Goedemorgen, dames en heren. En hallo, meisjes en jongens. Heel hartelijk welkom bij deze uitzending van Omroep Friesland. In 1939 werd er op een kale zandvlakte bij Westerbork een opvangcentrum aangelegd voor Joodse mensen. Zij waren gevlucht voor het geweld en de vervolgingen in Duitsland. 3 jaar later bleek kamp Westerbork een Duits kamp te zijn geworden. Een iepe vlakte in de bosken van Westerbork in Drenthe.